In onze regio doen zich dagelijks incidenten voor. Kleine en grote calamiteiten. Soms gebeurtenissen die ruim van tevoren bij ons bekend zijn, waar wij op moeten anticiperen. Maar vaker gebeurtenissen waarvan we niet weten wanneer of op welk tijdstip ze plaatsvinden. Elke keer weer onverwachts. Ons werk is een combinatie van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg en GOR. We spelen flexibel in op ontwikkelingen en zijn er om je te helpen, te ondersteunen en om verbindingen te leggen. Onze taak is duidelijk: zorgen voor veiligheid en bescherming. En dat binnen een gebied met meer dan 500.000 inwoners. Dat doen we met ruim 1100 medewerkers die bij ons werkzaam zijn. Soms vrijwillig, als aspirant, jeugdlid of in vaste dienst. Wanneer zich een crisis voordoet, staan wij paraat om te helpen, zaken te regelen en te doen wat nodig is. Er wordt direct naar ons gekeken, dus het is belangrijk om iedereen zo snel mogelijk van de juiste informatie te voorzien. Data en informatie zijn de basis voor het maken van goede keuzes om een crisis te bestrijden. Dus hier maken we meteen werk van. We werken risicogericht, brengen risico's in beeld, proberen ze te verkleinen en bereiden ons hier gezamenlijk op voor. We kijken dagelijks vooruit en proberen altijd rekening te houden met alle denkbare scenario's. Zo spelen we in op mogelijk nieuwe crisis en bereiden we ons voor op de gevolgen van droogte, hoogwater, energietransitie of digitale ontwrichting. Dat is voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar, maar achter de schermen zijn we vaak al lang bezig. We moeten direct schakelen en communiceren met onze partners en de gemeente waar we nauw mee samenwerken. Dat gaat vaak snel en daar wil nog wel eens hectiek bij komen kijken. Maar juist in die situaties zijn we op ons best. Je moet snel kunnen schakelen, overzicht houden zodat we onze inwoners, partners en bestuurders helpen, ondersteunen en ontzorgen. Soms is ons werk pittig. Ook dan zijn we er voor elkaar en letten we goed op elkaar. Dit doen we in een open cultuur, een gezonde werkomgeving met een informele sfeer. Met oog voor elkaar. Dat moet ook wel, want we werken nauw samen vanuit verbinding, vertrouwen en vakmanschap. Om daarin te kunnen voorzien, blijven we ons dagelijks vernieuwen en verbeteren. We organiseren oefeningen en trainingen, geven workshops en preventieve lezingen, gaan langs scholen, informeren inwoners over de risico's en adviseren instellingen en bedrijven op maat. Zo ontwikkelen we ons continu op sociaal, technisch en innovatief vlak. En onze mensen ontwikkelen zich mee. Hiervoor geven en maken we veel ruimte, zodat we samen werken aan veiligheid.